Welkom bij De Nieuwe Wereld. Verdiepende gesprekken in een tijd van verandering. Mijn naam is Ad Verbrugge en vandaag is bij mij te gast Ronald Meester, hoogleraar waarschijnlijkheidsrekening. Dag Ronald. Dag Ad. Ja, fijn dat je hier bent. We hebben vaker aan tafel gezeten. Zeker. En vandaag is de aanleiding jouw boek, jouw net verschenen boek, bij Ten Haven uitgekomen. Wetenschap als nieuwe religie. En met als ondertitel hoe corona de spirituele schaarste in de samenleving blootlegde. Nou, er is nogal wat. Ik heb het gelezen. Ook van een mooi boek. En echt ook een andere invalshoek dan wat we zo aantreffen de afgelopen jaren. Van René ten Bos bijvoorbeeld. Maar ook recent van Byung-Chul Han of Agamben of noem ze maar op. Ook het boek van Matthias de Smet natuurlijk. Jij voegt daar je eigen bespiegeling aan toe. Het is toegankelijk. Het neemt je mee. Het is persoonlijk. Tegelijkertijd ook wel kalm geschreven. Bedachtzaam. Maar ook kritisch. We gaan verschillende aspecten van het boek met elkaar bespreken. Maar misschien toch die, eerst maar eens beginnen met die boektitel zelf. Daar gaat het boek natuurlijk ook in belangrijke mate over. Maar wat bracht je ertoe om het zo scherp neer te zetten? Wetenschap als nieuwe religie. Jij zegt terecht, het boek is kalm, enigszins bedachtzaam. En daar hecht ik aan. Hè. Dus een titel daarentegen mag voor mij best wel een beetje provoceren. Misschien meer prikkelen. Dat vind ik prettig. Mm-hmm. Wetenschap als nieuwe religie. Het is natuurlijk iets wat je wel vaker hoort. En het leek mij zeer toepasselijk voor een overdenking over wat er in coronatijd met ons allemaal gebeurd is. Omdat in die crisis zo duidelijk werd dat wij eigenlijk nog maar één verhaal hebben wat we met elkaar kunnen delen. En dat verhaal is het verhaal van de wetenschap. De gedachte dringt zich bijna automatisch aan mij op. Hè, dat dit eigenlijk lijkt te verworden tot een religie waarvan veel wetenschappers juist zeggen dat ze die hebben vervangen. Hè. Dus de religie, hè, dat is achterhaald, hè, daar geloven we niet meer in. Dat is irrationeel, dat is van vroeger tijden, dat hebben we niet meer nodig. Daarvoor in de plaats is de wetenschap gekomen. Maar tot mijn verbazing zag ik in de coronacrisis eigenlijk bijna religieuze trekken in onze relatie, onze houding tot wetenschap. Maar ik moet bekennen dat het mijn uitgever was die de suggestie deed voor deze titel. Oké. Je zal niet de eerste zijn. Nee. Ik heb ook begrepen dat Spengler's Untergang des Abendlandes, dan toch wel hele beroemd is, dat het ook een titel is die is door zijn uitgever is ingegeven. Ja. Die ook tot heel veel misvattingen heeft geleid, maar die wel enorme wervende kracht had. Zeker, dus, maar goed, wetenschap als nieuwe. Je laat ook in verschillende hoofdstukken eigenlijk ook die religieuze dimensie van die wetenschappelijk, je kan zeggen, bijna geloofsbelijdenis naar voren komen. Ja. Je spreekt over methode en de liturgie. Je hebt het over hoge priesters. Je hebt het over. Zowel in de vorm als in de methode laat je maar ook die verwantschap enigszins zien. Met name hoe zich die dan ook de afgelopen decennia heeft ontwikkeld. En met name ook in die coronacrisis naar voren kwam. Het interessante is natuurlijk dat je zelf een hoge priester bent van wat wel als de hoogste wetenschap wordt gezien. Ja. Hè? De wiskunde, zuivere wetenschap. Ja. Waar mensen ook erg van onder de indruk zijn. En je kunt tegenwoordig bijna geen studie meer doen zonder statistiek, jouw domein, gedoseerd te krijgen. Ja. Dus het is ook wel heel aardig om te zien hoe je zelf als statisticus, of in dit geval waarschijnlijkheidsrekening,
ook zo'n de nadruk legt ook op de beperkingen die we ook moeten onderkennen. Ja. De schoonheid en ook het belang, maar ook de beperkingen. Ja. Toch even teruggaand weer. Is dit voor jou een thema wat al langer speelde? Dus die idee van die wetenschap die deze maatschappelijke rol is gaan spelen? Of is het ook wel iets waar je met name door die coronacrisis ook heel erg bewust van bent geworden? Van allebei een beetje eigenlijk. Mm-hmm. Mijn allereerste boek dat ik bij Ten Haven publiceerde, dat is denk ik al 18 jaar geleden of zo. Mm-hmm. Dat heette Het pseudoniem van God. Ook trouwens een titel die destijds de uitgever had bedacht, maar dit terzijde. Dat ging over onze interpretatie van toeval. Ja. Toeval wordt door iedereen links en rechts gebruikt om zijn of haar punt te maken. Mensen die de wereld religieus vooral willen duiden, doen dat. Maar ook mensen die juist van de andere kant komen. Dat stoorde mij enorm. Ja. Want dat gebeurde door allerlei mensen waarvan ik dacht en vond en zag dat ze van het vak niet zoveel kaas gegeten hadden. Dus een beetje uit frustratie ben ik toen dat boek gaan schrijven. Van jongens, zo werkt het niet. Hè? Zo werkt wetenschap niet, zo werkt kansrekening niet, zo werkt statistiek niet. Dus dat was een levensbeschouwelijk boek van een wiskundige. En dat was natuurlijk best wel een beetje raar. Ja. Dus dat zie je niet elke dag, zeg maar. Dus die belangstelling voor dat levensbeschouwelijke, die komt eigenlijk oorspronkelijk uit mijn eigen vakgebied. Uit de manier waarop mensen met mijn vakgebied omgingen. En door de jaren heen is dat een thema geweest waar ik mee bezig ben gebleven. Mm-hmm. Jaren 7 geleden publiceerde ik ook een boekje dat heette Arrogant. En dat ging over de arrogantie van de wetenschap. Maar ik was niet onmiddellijk van plan om nu weer over dit thema weer iets te gaan schrijven. Maar toen kwam corona en toen gebeurde er opeens een heleboel hele bijzondere dingen. En zag ik eigenlijk voor mijn ogen gebeuren zaken waar ik al eerder over nagedacht had. En toen dacht ik, dit is de uitgelezen mogelijkheid om dit voor het voetlicht te brengen. Want de positie van wetenschap die ik enigszins bekritiseer, hè, de manier waarop wij naar wetenschap kijken. Ja, die kwam zo duidelijk naar voren tijdens de pandemie. En tijdens de pandemie zelf ben ik daar al kritisch op geweest. Maar op een gegeven moment dacht ik van, nou, hier moet ik maar over schrijven. Want dit was een te, ik zou bijna zeggen, een te mooie gelegenheid om te laten liggen. En het was ook een manier natuurlijk om mijn eigen... ik heb er eens grappig gezegd. Het is ook mijn eigen relatie, of mijn eigen traumatherapie. Ik vond het geen makkelijke tijd. En het schrijven ervan heeft me zeker geholpen. Ja. En waar je het niet uitvoerig over hebt, of nauwelijks eigenlijk. Maar wat denk ik wel ook toch een achtergrond vormt ook van het proces dat je beschrijft. Is eigenlijk de hele opkomst van de informatietechnologie. En ik denk... daar speelt natuurlijk de wiskunde en ook wiskundige modellen en allerlei eigenlijk hele complexe berekeningen een belangrijke rol. Ook in een mate die wij eerder eigenlijk als mens bijna niet hebben kunnen voltrekken. Hè? Dat is dus de machine geeft ons echt ook hele nieuwe mogelijkheden. En is denk ik ook wel gepaard gegaan, denk alleen maar aan de enorme vlucht die de econometrie heeft genomen. Mm-hmm. Ook met een soort inzet van die modelleringen op allerlei maatschappelijke domeinen. Ja. Die ook op een schaal die we eigenlijk daarvoor ook niet kenden. Ja. En je these is... tijdens de coronacrisis zijn wij eigenlijk in de armen gevlucht, zou je bijna kunnen zeggen, van een hele selecte groep wetenschappers. Ja. Zowel de virologen als de modellenbouwers. Dus waar jouw ook expertise ook ligt. En die hebben in hoge mate bepaald wat de koers is. Mm-hmm. En we hebben daar, en ook als leken, om maar eens even die religieuze term, leken, zijn we daar ook in meegegaan. En de politiek is eigenlijk ook min of meer gegijzeld geraakt. Door zeker. Dus die...
Denk je dat als we naar 30 jaar geleden kijken, of 40 jaar geleden, waar we toch ook de wetenschap een belangrijke rol speelt, dat we nu echt in een andere situatie zitten? Oh ja, er zijn heel veel technische mogelijkheden nu, ja, die er 30, 40 jaar geleden niet waren. Ja, dus 30, 40 jaar geleden zou het, ja, anders gegaan zijn, dat is evident. Dus die nieuwe technische ontwikkelingen waar je over spreekt, die zijn natuurlijk indirect komen die aan de orde. De hele manier waarop wij, noem eens wat, QR-codes hebben geïntroduceerd. Dat is, ja, natuurlijk een technisch hoogstandje, wat natuurlijk, ja, enkele tientallen jaren geleden voorkomen onmogelijk zou zijn geweest. Er waren wel meer dingen voorkomen onmogelijk geweest, hè, 30, 40, ja, jaar geleden. Dus dat zou allemaal anders gegaan zijn. En die modellen waar je over spreekt. Mijn bedoeling van dit boek, hè, mijn bedoeling van dit boek was om de levensbeschouwelijke component zo helder mogelijk naar voren te brengen. Maar bij het schrijven van het boek heb ik me gerealiseerd, hè, dat het eigenlijk niet zo heel veel gaat over de modellen, hè, waar, ja, we ons allemaal achter verschanst hebben, als het ware. Nou, er zit één hoofdstuk in, ja, waarin je ook wel, ja, daar, ja, op dus ingaat en ook, ja, ook laat zien wat er, ja, wat er mis kan gaan. Ja, dat hoofdstuk dat noemde ik ook enigszins prikkelend wetenschap als schaamlab. Ja. Dus dat is natuurlijk een prikkelende term waarvan ik hoop dat mensen dat gaan lezen. Ja, maar ook de interpretatie al van getallen. Oh, zeker. Ja, zeker. Ja, allebei. Ja, ik heb het goed duidelijk gelezen. Ja, ja. 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 Maar ik ben het met je eens dat die modellen, daar is veel meer over te vertellen. Hoe we daar, wat die modellen doen, wat de rol van die modellen zou kunnen zijn, van de modelleurs. Dus dat heeft mij ertoe gebracht om na dit boek ook weer een nieuw boek te gaan schrijven. Daar ben ik nu mee bezig. Okay. Samen met Mark Jacobs, een statisticus modelleur. En dat gaat echt over modellen, wiskundige modellen, die we gebruiken voor, of die we gebruiken voor beleidskeuzes, politiek, besluiten. En dat zal, zoals ze zich nu laat aanzien, in het voorjaar van 2023 verschijnen. Dat is een dermate groot onderwerp, ja, dat het eigenlijk een aparte behandeling vraagt. Ja, 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 maar dan nu even terug. Hè. Dus die reflex om eigenlijk op die modellen terug te vallen. Ja. Nou ja, je zegt daar het een en ander over, maar misschien goed om daar eens even ook in dit gesprek wat uitvoeriger bij stil te staan. Van hoe kijk jij zelf naar die beweging zoals die zich vanaf maart 2020 eigenlijk zich aftekende? Ja. Hoe heb je dat ervaren? Bedoel, jouw professie kwam eigenlijk voortdurend ook voorbij. Voortdurend, ja, voortdurend. Ik heb ook vaak met kromme tenen naar het nieuws, ja, gekeken. Want mensen deden uitspraken op basis van modellen, waarvan iedereen die verstand heeft van modellen weet dat de modellen dat niet kunnen waarmaken. Dus je moet goed begrijpen, van wat een model eigenlijk is. Een model, ja, mensen denken soms dat dat een soort beschrijving van de werkelijkheid is, die zo dicht mogelijk bij de realiteit staat. En waaraan je kan zien wat er zal gaan gebeuren in de toekomst als je dat model als het ware gaat draaien, als je het gaat simuleren. Wat mensen vergeten is dat als je een model gaat simuleren, dan doe je dat op een computer. En die computer denkt zelf niet na. Dus daar moet je dingen instoppen. Ja. Je moet de computer vertellen wat hij moet gaan doen. En met andere woorden, een model doet niks anders dan jouw aannames, jouw vooronderstellingen omzetten tot een voorspelling. En de realiteitswaarde daarvan, die hangt van nogal een aantal factoren af. Dus als bijvoorbeeld, zoals een tijdje geleden gebeurde, Ernst Kuipers zich baseert op een TU-model en zegt, ja, die QR-code hebben nog wel een dempend effect van wel 15%. Dan sta ik eigenlijk te springen om te zeggen, ja, beste minister Kuipers, heb je naar dat model gekeken? Wat is daar gebeurd? Wat is daar weggelaten? Welke aannames zijn daar gemaakt? Wat modelleert het precies? Hoe reëel is dat? Het kan beschrijvend zijn, maar is het daarmee ook voorspellend? Wie heeft dat model gemaakt? Welke belangen speelden daar een rol? Dus er zijn enorm veel vragen bij het beoordelen van een model. Dus wat in het inleidende hoofdstuk van dat volgende boek komt te staan, is een soort vergelijking van een model, van hoe moet je met een model omgaan. Wij vergelijken dat een beetje met, ook een tikje prikkelend misschien, met hoe je met bijbelverhalen om kan gaan. Dat klinkt misschien een beetje verrassend. En de uitgever, toen ze dat hoorden, dachten ze van oké, dat is interessant, dat moet je wel goed uitleggen, anders schrikt dat mensen af.
Maar Bijbelverhalen zijn ook het begin. Hè? Dus die lees je en daar heb je een gesprek over daarna. Het betekent voor iedereen wat anders. Hè? Het is een begin van een gesprek. Het is nooit het eindpunt. En zo zie ik modellen inmiddels ook. En modellen leg je op tafel, daarmee leg je je kaart op tafel. Daarmee laat je zien van, ik heb mijn gedachten geordend en dit zijn mijn gedachtes. Iemand anders wordt dan geacht, moet dan daar commentaar op geven. En zo kom je tot een gesprek. Ja. Dus een model is een begin van een gesprek. Ja, dat is cruciaal. Hè? Want in het model gaat het natuurlijk ook om welke parameters gebruik je. Waar heb je dus aan gedacht? Dus het kan precies de aanleiding zijn van, hey, maar heb je er wel aan gedacht dat het om die leeftijdsgroep gaat? Of omdat mensen misschien iets anders gaan doen dan je verwacht. Dat ze niet... Misschien niet uitgaan, maar dat ze weer andere dingen gaan doen. Wat daarmee gebeurt. Ja. We gaan daar verschillende facetten van bespreken. Maar de eerste is even terug naar maart 2020, want daar komt jouw thema ook. Het lijkt dus alsof zowel RIVM als OMT, dus de twee belangrijke instituten... in het ene geval natuurlijk al met een enorme staat van dienst, in het andere geval echt ingesteld om eigenlijk de regering van deskundig advies te voorzien, dat die een beslissende rol hebben gespeeld beide in het verloop van de benadering van die crisis. En nu komt het erop aan, jij zegt ja, daar speelt dus geloof eigenlijk een belangrijke rol. Ja, vreemd hoor, wel. Want dat is eigenlijk, je zegt dat is een, je onderscheidt overigens faith van belief, dat is ook belangrijk. Ja. En je zegt ja, religie is eigenlijk meer faith, meer vertrouwen. Juist. Ook. Ja. Maar goed, je zegt nou, wat we eigenlijk vergeten op het moment dat we ons op deze manier naar die wetenschap richten, is dat overtuiging of geloof eigenlijk een heel belangrijke rol speelt. En die we eigenlijk uit het oog verliezen op het moment dat we denken dat we te maken hebben met zekere waarheid. Nou ja, kijk, er komen bijvoorbeeld getallen uit de modellenrollen. En zodra mensen getallen zien, je zei net al, wiskunde is als het ware de moeder van de wetenschappen. Dan denk je, nou, dat is dan zoals het is. Maar het probleem is niet de inconsistentie van de wiskunde of de onzekerheid van de wiskunde. Het gaat om de vraag hoe die wiskunde past op de realiteit. En dat is geen wiskundige vraag. Hè. Dat gaat over de interpretatie ervan. Dus wat er gebeurde, is dat RIVM, in ieder geval, en bij het OMT weten we dat veel minder goed, want het OMT was niet erg transparant. Het RIVM ging rekenen en kwam dan tot conclusies. En dan moet je je voorstellen dat er een conclusie komt van, er is een model waarvan de realiteitswaarde maar zeer onduidelijk is, zeer de vraag is. En dat model heeft dan enorme onzekerheidsmarges. En dan zegt Jaap van Dissel in de Tweede Kamer, het zou met de huidige gang van zaken wel eens zo kunnen zijn dat zus of zo. En dat zijn dan hele alarmerende dingen. Nou, de volgende dag staat er zo'n kop in de Telegraaf het RIVM sluit niet uit dat we 4000 mensen op de IC hebben over een aantal weken. Dat gaat een eigen leven leiden. De geloofscomponent van wetenschap is niet zozeer de data die je verzamelt. Mm. Hè, want de getallen zijn niet altijd, dat problematiseer ik ook een beetje. Getallen zijn niet altijd zo eenduidig als ze zijn. Hè, het is niet zozeer het feit dat getallen onduidelijk zijn. Het geloof is in de vraag of wetenschap überhaupt in staat is... ten principale, dus niet alleen uit pragmatisch moeilijke overwegingen, maar ten principale, om over bepaalde dingen uitspraken te doen. En daar zit een beperking van de wetenschap in. En dan kom je dus eigenlijk een stapje hoger. En ik denk dat je daar naartoe wil met je vraag, vermoed ik, anders moet je maar zeggen. De positie die wij wetenschap toekennen. Dat is eigenlijk de thematiek van het boek. Daar wil ik inderdaad. Dat dacht ik al. De positie die wij wetenschap toekennen,
kan natuurlijk niet uit de wetenschap zelf komen. Ik noem dat metafysisch. Ja. Dus dat is een uitspraak over de wetenschap. En ja, daar kun je niet zelf over rekenen. Nee, daar kan je niet over rekenen. En weet je, het geloof, wetenschappers kijken soms met enige dédain naar religieus geloof. Maar ze vergeten dat zij zelf eigenlijk ook gelovigen zijn op een andere manier. En zonder dat ze dat zelf in de gaten hebben. Dus het is onduidelijk, op zijn minst, wat wetenschap wel en niet vermag. En ik zou zeggen, gezien de manier waarop we wetenschap definiëren, uit de manier waarop we dat doen, wordt evident duidelijk dat daar begrenzingen zijn, dat er beperkingen zijn. Ja, het is natuurlijk echt een filosofische thematiek, hè, waar je aan raakt. Ja. Het is, zoals bekend, was het een van de grote vragen ook voor de filosoof Kant. Zeker. De kritiek de Reine vernoemt, dat vermogen wij ook te weten. Ja. Wat zijn de... En jij zegt ook wel, op het moment dat we die wetenschap dus eigenlijk in deze positie brengen, dan overvragen we die wetenschap. Ja, en sterker nog, wetenschappers gaan zelf ook eigenlijk hun grenzen te buiten. Nou, beide. Dat je overvraagt de wetenschap en dat is slecht voor ons, maar ook slecht voor die wetenschap. Wetenschap excelleert in die domeinen waar wat zij willen doen ook daadwerkelijk zin heeft. En daarbuiten is ze alleen maar lastig. Dus wetenschap is beperkt. Dat moet je denk ik als wetenschapper erkennen. En dat gebeurde heel vaak niet. Wetenschappers van allerlei pluimage gingen allerlei uitspraken doen over de werkelijkheid. En deden daar hele stellige uitspraken over. Maar die met hun wetenschappelijke discipline eigenlijk helemaal niets te maken hadden. Dus eigenlijk zagen wij hier de hoge priesters van de wetenschap aan het werk. Die ons vertelden niet alleen wat de wetenschap zei, maar ook wat goed of fout was. Ja. Ook wat immoreel en amoreel was. Ja, wat eigenlijk helemaal niet tot het domein van die wetenschap behoort. Daar hebben wetenschappers helemaal niets over te zeggen. Dus ik haal op Oosterhuis aan, die op een gegeven moment wees op wat volgens hem een morele verplichting was. Ja, waarom zou hij daar überhaupt een uitspraak over doen? Dat is niet aan hem. In ieder geval niet qua... Als wetenschapper. Ja. En dus als je als viroloog gevraagd wordt, zegt dan dingen over virologie. Ja. Maar zegt niet iets over zaken die met die virologie helemaal niks te maken hebben. Maar je zag toch heel sterk dat de tendens of de gedachte of het idee dat als je eenmaal in die belangstelling staat, dat je dan ook alles wat je op je hart hebt maar gewoon spuit. Ja, dat was voor sommige mensen gewoon kennelijk niet te weerstaan. En iemand als Marion Koopmans heeft ook ontzettend veel gezegd, getwitterd, geschreven van dingen. Ja, ik zeg, joh. Ik bedoel, daar weet jij echt helemaal niets van af. Waarom doe je dat eigenlijk? Het werden hoge priesters. Eigenlijk bepaald beleid sanctioneren, bepaald gedrag sanctioneren, dan wel vervloeken. Ja, zeker. En dat werkte door, hè? Want je zei terecht, de politiek gaat zich daar min of meer achter verschuilen. En dus het werkte ook door in politieke uitspraken, van de premier, van de minister van Volksgezondheid, van anderen. Dus er werd daar iets op gang gebracht alsof het wetenschappelijk aangetoond zou zijn. Ik heb een ontzettend hekel aan het woord, maar laat ik het toch maar gebruiken. Alsof het wetenschappelijk aangetoond zou zijn dat we ons zus of zo moesten gedragen. En ja, dat dan is toch wel de parallel wat wij doorgaans met religie associëren, was toch wel heel sterk. En als je daar dan even over na gaat denken, dan zie je dat die parallel eigenlijk heel sterk doorgevoerd kan worden. Dus ik vond het op een gegeven moment eigenlijk wel een grappig idee om die twee zaken heel scherp, heel duidelijk naast elkaar te zetten. Liturgie versus wetenschappelijke methode. Ja, precies. Dat soort dingen. Dus, en nog meer, de belofte van een nieuwe wereld. Dat is een heel religieus thema. Ja. De wederkomst van Jezus Christus, dat zou een nieuwe wereld. Nou, wetenschappers beloven ons ook een nieuwe wereld. En we geloven er vaak ook in. Ja. En dus bij mij kwam de vraag van als je nou met enig dédain naar dat soort religieuze gedachten kijkt, dat is toch vreemd als je eigenlijk zelf dat soort gedachten ook hebt. En op dezelfde manier als die religieuze gedachten zijn ze niet empirisch te controleren of zo. Het is echt een geloof.
Ja, nou kun je natuurlijk zeggen, net als je in het geloof ook altijd enerzijds de leer had of de schrift. Wat ook weer alweer twee verschillende dingen zijn. Ja. En anderzijds natuurlijk het instituut. Zo is er natuurlijk ook zoiets als wetenschap en een wetenschapsopvatting. En anderzijds de feitelijke praktijk. En ja, als we kijken natuurlijk hoe de wetenschap zich sinds de 17e eeuw heeft ontwikkeld. En dan valt natuurlijk met name op hoe in de laatste eeuw natuurlijk die vermenging van wetenschap met techniek en economie, ja, heel sterk op de voorgrond is getreden. Zelfs in de organisatie van die wetenschap zelf. Zo, ja. In de bekostiging van die wetenschap. Dus het soort onderzoek dat wordt verricht. De belangen die daar spelen. Ja, zeker. Ik denk ook dat wij eigenlijk, maar zelfs ook wanneer jij dat ideaal neerzet van die wetenschap, al voorbij gaan aan, laten we zeggen, die feitelijk technisch-economische constellatie waar dat wetenschapsbedrijf eigenlijk momenteel, ja, in plaatsvindt. Ja. Hè? Waar die politiek dan ook weer ergens doorheen dobbert op een heel eigen manier. Nou, dat zie je denk ik wel goed. Hè? Want tot nu toe spraken we over het fenomeen wetenschap aan zich. Hè? Wat is dat nou helemaal? Maar soms als mensen mij vragen van hoe definieer je wetenschap, dan zeg ik soms een beetje van eigenlijk is wetenschap dat wat wetenschappers doen. Hè? Dus het gaat uiteindelijk om de mensen die het uitvoeren. Ja, en dan zijn wetenschappers net mensen. Hè? Dus die hebben allerlei belangen, die hebben allerlei geloven, die hebben allerlei ideeën, die hebben allerlei vooroordelen. En dat is allemaal zichtbaar in wat ze doen. En vandaar ook dat als je een statistische trial van Pfizer leest. Wetenschappelijk. Quasi wetenschappelijk. Hè? Ja. Het is uiteindelijk niet zo wetenschappelijk als je dat bestudeert. Nee. Dat zie je met andere ogen, uiteraard, dan wanneer een compleet onafhankelijke organisatie dat onderzoek zou hebben uitgevoerd. Dat is gewoon zoals mensen het zelf eenmaal gaat. Pfizer gaat geen onderzoek publiceren waar ze zelf niet goed uitkomen. Dus er is een enorme bias in wat wij te horen krijgen. Nou, ja, je wijst er ook op. Hè? Dat ook bij het toepassen van statistische methodes. Zo'n goede wil, de vooringenomenheid, altijd een rol speelt. Een belangrijke rol speelt. Een hele belangrijke rol. Je kunt geen statistiek bedrijven zonder vooringenomenheid. Dat gaat niet. Dus dat is ook een onderwerp wat mijn belangstelling de laatste jaren steeds meer heeft gekregen. Ja, onze statistische methodes zijn vaak ook inadequaat. Ja. Daar begint echt een kenter in te komen. Hè? Er komen steeds meer geluiden. En ook suggesties om het anders te doen. Ik heb daar recent ook nog over gepubliceerd in een boekje over statistiek. Tijdens de pandemie was dat ontzettend belangrijk. De vooringenomenheid van ons als maatschappij was enorm groot. En als je vooringenomenheid groot is, iedereen heeft vooringenomenheid. Ja. Die heb ik ook, die heb jij ook. Dan heb je meer nodig om tot een andere conclusie te komen. Dus als je iets wilt gaan aantonen wat je eigenlijk heel onwaarschijnlijk acht, dan zou je meer bewijs verlangen dan wanneer je iets wilt gaan aantonen wat je eigenlijk al min of meer gelooft. He, dat is heel psychologisch. He, dus statistiek en psychologie ontmoeten elkaar dan eigenlijk daar ook. En dat heeft ons in de coronapandemie parten gespeeld. En dat beschrijf ik een beetje. En ik probeer een beetje op een hopelijk lichtvoetige en enigszins toegankelijke manier te beschrijven hoe die statistische gedachten zich dan ontwikkelen. Ja, dus ik denk wel heel belangrijk om te zien hoe ook in welke data je kiest, hoe je vervolgens selecties aanbrengt, dat daar eigenlijk allemaal al overtuigingen een rol spelen. Je kunt zeggen dat daar speelt zoiets als een kwalitatieve intuïtie, een soort oriëntatie. Absoluut. Iets wat bijna voorrationeel, maar waar wel een zekere richting in zit, een zin in zit, een weging in zit. En ik denk dat we dat ook allemaal herkennen. Ja. Ook bij die coronacrisis. Dat merk je ook met mensen met wie je in gesprek treedt. Er is bijna een soort intuïtieve gerichtheid op hoe je je verhoudt tot zoiets als een ziekte. Ja, en dat is onontkoombaar.
Dus het is een fabeltje dat wetenschap tot objectieve, objectiveerbare conclusies zou leiden. Statistisch onderzoek doet dat niet. Dus natuurlijk zijn daar ook wel grenzen aan. Hè? Als ik whatever mijn oorspronkelijke overtuiging ook was, als na een miljoen experimenten blijkt dat het echt anders zit, dan gaat iedereen overstag. Maar dat is theorie, dat gebeurt in de praktijk bijna niet. Dat is ook de reden dat we helemaal geen duidelijkheid kunnen krijgen over een aantal aspecten van de pandemie. Omdat mensen beginnen met hele verschillende ideeën en daardoor ook de data verschillend gaan duiden. Soms zelfs niet eens bereid zijn om een bepaalde hypothese te onderzoeken. Het is ontzettend moeilijk om daar nog je weg in te vinden, hoor. Zelfs voor mij als een professional in dat vakgebied is het bijna ondoenlijk om dat allemaal bij te houden, om dat allemaal te zien, om daar echt overzicht over te houden. Dat is echt heel ingewikkeld. Ja. Ja, ik merk bij mezelf ook, hoor, dat als je me nou vraagt van goh, hoe kwam jij nou aan je positie in de coronacrisis? Dan is dat eigenlijk al heel vroeg, bij mij echt al maart 2020, dat ik dat op een bepaalde manier tot me door liet dringen. Ik was ook niet zo van slag door die beelden in Bergamo. Wel, ja, natuurlijk vind je het wel heftig om te zien, maar dan zet ik het toch ook weer wat eerste artikelen naast. Ja. Ik denk van, oh ja, maar goed, dat is toch... Ja. En dan denk je, maar wat impliceert dit? Wat doet dit met de samenleving? Hoe gaan we... Ja, god, is dit nou een hele ernstige pest? Nee, helemaal niet. Wat betekent het dan? Ik kom eigenlijk al vrij snel tot een soort eerste positiebepaling. En die is best belangrijk, hè? Ja. Dus dat herken ik, hè? Ik heb ook zo'n proces doorgemaakt. Ja, dat is een kwestie van een paar dagen geweest, denk ik. Dat sluit aan bij wat je net zei over je intuïtie of je instinct. En dat verschillende mensen doen dat verschillend. En dat is best een belangrijk proces. Hè? Ja, maar wat me nou ook opvalt aan jouw boek, en wat kennelijk dus ook toch wel een echte fenomeen is waar we met elkaar over na moeten denken, is dat bij een heel groot deel van de mensen het wel lijkt alsof die intuïtie niet heel zelfstandig wordt gemaakt, maar dat men zich toch heel sterk laat bepalen door wat er in de media verschijnt, of wat een premier zegt, of... Ja. Wat getallen die voorbij komen, en dat het dan is. Ja. Dus alsof het geen eigen... Ja. En dat religie... denk aan bijvoorbeeld al heel de gewetensbeproeving die je hebt. Hè? De religie eigenlijk een mens toch, zeker in bepaalde vormen, wel oproept om zich naar binnen te keren juist. Hè? Niet voortdurend met die... met het geklets mee te gaan, zoals Thomas Akempis dat al zo mooi zegt. Ja, hè? Ja. Nee, dat, ik denk dat je dat wel goed ziet. Dat is dus een probleem. He, want ik heb dat geformuleerd als van waar is onze houvast nu eigenlijk? He, van waar vinden we onze basis? He, jij formuleert het op je eigen manier, maar dat zijn een beetje mijn woorden die ik gebruik. En dat is niet meer vanzelfsprekend waar dat te vinden is. Dus ik denk dat het ook een ontsnapping is. He, dus ik denk dat misschien eerder een psychologisch, misschien wat dan een levensbeschouwelijk thema is. Ja. En Matthias de Smet heeft over dat punt ook natuurlijk hele heldere dingen geschreven. Uiteindelijk kun je niet zonder houvast. Wat moet je dan? Dan ga je maar mee met het enige verhaal wat nog eigenlijk maatschappelijk geaccepteerd wordt. En dat is het wetenschappelijke verhaal. Je gaat daar dan maar in mee om toch in hemelsnaam maar gewoon ergens vast aan te kunnen houden. Ja, terwijl het in strikt genomen niet eens een wetenschappelijk verhaal is. Hè? Want... Nee, maar dat is wat heel veel mensen ook missen. En mensen denken dat het een wetenschappelijk verhaal is. Dus dat is de misvatting. En mensen denken dat de wetenschap dit of dat zegt. Dat zegt de wetenschap niet, maar dat zeggen de wetenschappers. Dat zegt de politiek. En waar dus weer die overtuigingen in rol spelen. Dus het is een enorm ingewikkelde weerwar van ideeën, van gedachten, van overtuigingen, van geloven of niet geloven. Ja, jeetje. Ik begrijp heel goed dat je daar de weg volledig in kwijtraakt. Als je daar niet op een of andere manier al langere tijd over nagedacht hebt. En ik kan me ook heel goed voorstellen... Ja, maar het is niet alleen nadenken. Want je ziet juist dat heel veel
laten we zeggen, intellectuelen, maar ook hoogleraren, wetenschappers. Die zijn allemaal diezelfde spoor opgegaan. En Matthias spreekt natuurlijk over die massavorming. Ja. In navolging van Le Bon. Die overigens dat ook zegt. Hè? Dus dat maakt helemaal niet uit wat mensen... Zeker, ja. Dus er komt iets naar boven. Waardoor mensen dus ook echt die blikvernauwing krijgen. Bepaalde dingen... En eigenlijk ook niet meer goed tot een eigen plaatsbepaling kunnen komen. Ja want je corrigeerde me natuurlijk enigszins terecht van ja, ho eens even, die mensen hebben wel nagedacht. En dat hebben ze ook, hè. Dat zijn hele intelligente mensen die over allerlei dingen nadenken. Maar niet hierover. Hè, dus het zijn, je zegt het zelf, hè, de scheidslijn tussen wat mensen, hè, tussen de groepen mensen die ontstonden, die ging dwars door eigenlijk alles heen. Ja, dat was fascinerend ook. Dat is heel fascinerend, ja. Ook hoog, lager opgeleid. Alles, het ging echt overal dwars doorheen. Ik heb van alle voorbeelden uit allerlei gebieden, allerlei lage gedelen van de samenleving vertegenwoordigd gezien, die het een of het ander beweerden. Dus het heeft niet zoveel te maken met of je nou professioneel nadenkt. Nee. Of dat je meer met je handen werkt of iets anders doet. Dat is niet per se het cruciale punt. Het cruciale punt is kennelijk of je op een of andere manier jezelf hebt gepositioneerd in de wereld. En dat was vroeger, denk ik, een stuk makkelijker. Ja. Kijk, we zijn heel individualistisch geworden. Ja. Veel meer dan vroeger. Hè. Dus dat is natuurlijk op zekere zin mooi, want dan heb je alle vrijheid. Maar dat brengt met zich mee dat als alles individueel bepaald wordt, is natuurlijk elk mislukking is ook je eigen schuld. Dus het geeft een enorme druk op individuen die er denk ik vroeger in die mate niet was. Dus wij missen gewoon het overstijgende verhaal waarmee we met elkaar kunnen communiceren over zaken zoals dit. We hebben die verhalen gewoon niet meer. Het wetenschappelijk verhaal schiet tekort. Want het wetenschappelijk verhaal is heel erg beperkt, eenzijdig. Reduceert alles tot getallen en tot algoritmes en misschien wel tot techniek. Maar uiteindelijk is dat niet het niveau waarop we hierover met elkaar moeten communiceren. Dus in het hoofdstuk, ik heb ook een hoofdstuk... Waarin ik de rol van de kerk bespreek. Ja, absoluut. En dat wou ik net inbrengen. Want ook die kerk, die gaat vrij massaal mee. Die ging massaal mee. En dat was een van mijn grotere frustraties tijdens de pandemie. Van hoe is dat nou mogelijk? Daar is de kerk niet voor. De kerk is er juist om in omstandigheden zoals deze steun te gaan bieden. Hè, om hier iets te gaan betekenen. Hè, om hier mensen tot elkaar te brengen. In plaats van mensen uit elkaar te halen. Dat heeft de kerk niet gedaan. En ik meen... Nou, op sommige plaatsen denk ik wel. Hè? Maar door de bank genomen... Door de bank genomen, nee. Natuurlijk. Er zijn altijd, er zijn altijd situaties waarin het anders is. Terwijl ik meen dat de christelijke theologie enorm veel aanknopingspunten geeft om in een crisis als deze iets te kunnen betekenen. En laat ik één voorbeeld noemen. Wat ik ook in mijn boek uitwerk. Kerken hebben een constitutionele uitzonderingspositie. Hè? Dus een kerkdienst mag niet verstoord worden door de overheid. No matter what. Hè? Dat gaan we gewoon doorgaan. En soms maken de kerken er heel slim gebruik van. Nu niet. Met het argument vaak, wat ik vaak gehoord heb, is dat ze solidair willen zijn. Solidair willen zijn met al die winkeliers, al die middenstanders, al die mensen die niet open mogen blijven. Ja. Nou, met dat argument had ik grote moeite. Want ik dacht, ik maak de vergelijking. Als een vriend van mij zijn baan verliest, dan heeft het weinig zin voor mij om mijn baan ook op te zeggen. Hè? Dat is niet het soort solidariteit waar mijn vriend op zit te wachten dan. Je wilt dan samen rouwen, je wilt samen praten, je wilt samen zitten, je wilt denken. Hoe is het gekomen? Heb ik er verantwoordelijkheid in? Je denkt over de toekomst. Dat is wat een vriend doet. Ja. En de kerk, die gaat over dit soort situaties. Die gaat over existentiële problemen. Dus een kerk die zegt, ik ga ook dicht. Hè, omdat de winkels ook dicht moeten zijn. Ja, dat kan je natuurlijk doen, maar dan denk ik dat je jezelf niet serieus genoeg neemt. En er waren mogelijkheden genoeg voor de kerk om op een acceptabele manier open te blijven. Om de deuren open te houden. En dat hebben ze in mijn visie, in mij veel te weinig gedaan. Sterker nog, kerken die dat wel deden... Je hebt denk ik zelf gezien wat er gebeurde. Die werden door de media verguisd en daarna door de hele wereld verguisd. Hè, want dat waren asocialen.
Nou ja, daar valt het een en ander over te zeggen, denk ik. Dus de kerken hebben mij teleurgesteld in de pandemie. Omdat ze gewoon, denk ik, niet genoeg zelfvertrouwen hadden om een positie in te nemen waarin ze iets hadden kunnen betekenen. En dat hebben ze niet gedaan. En in plaats daarvan ging de PKN bijvoorbeeld suggereren dat er dan maar aparte diensten voor ongevaccineerden moesten komen. Of juist voor gevaccineerden. Want dat was dan kon het tenminste doorgaan. Nou, dat kon ik niet begrijpen. Ja, nee, dus ik heb natuurlijk in allerlei contexten dat ook wel benadrukt van hoezeer dus die maatregelen en daarmee dus ook de maatschappelijke gevolgen daarvan, niet een kwestie van wetenschap zijn, maar van waarde of van dus daarmee een dimensie hebben die juist te maken heeft met ook met spiritualiteit of met hoe we in het leven staan. Ja. En jij zegt, en dat is ook een thema wat bij Han onder andere tevoorschijn komt, van ja, maar ondertussen bleken we eigenlijk op een gekke manier bereid te zijn om allerlei zaken op te offeren. Er is dus over waarde gesproken. Ja. Dus dat het juist. Ja. Dat is ook iets waar je maakt die vergelijking met het offer van Abraham. Hè, waar men schande over spreekt. Ja, zeker. Ja, ja. Dat doe je toch niet? Ja. Maar je laat wel je eigen kind vaccineren om op vakantie te gaan. Hè. Ja, dat is. En dat niet alleen. Hè. We waren echt tot heel veel bereid. Hè, om te offeren op het. Eisenstein die noemde dat het altaar van de veiligheid. Hè. Dus dat was een hele sterke religieuze connotatie natuurlijk, om dat woord altaar daarbij te gebruiken. Dus ik heb die vergelijking expliciet gemaakt, omdat ik ook vaak heb meegemaakt dat mensen ontzettend neerbuigend spreken over dat verhaal van Abraham, die door God gevraagd wordt om zijn oudste zoon Isaac te offeren. Ja. En daartoe bereid lijkt te zijn. Hè? Dat is het verhaal. En pas op het laatste moment grijpt God in en gebeurt het niet. Hè? Dat is dan het verhaal in de Bijbel. En iedereen zegt dan, ja, hoor eens even, wat is dat voor idioot, die Abraham? Dat doe je toch niet? Dus daar is natuurlijk sowieso nog wel het een en ander over te zeggen. Ik denk dat de verhouding anders ligt. Ik denk dat Abraham de held is van het verhaal. En niet God. Hè. Dus ik denk dat Abraham reden heeft om te doen alsof hij God gaat gehoorzamen. En dat hij uiteindelijk als winnaar tevoorschijn komt. Maar dat is een zijstraatje van dat verhaal. Hoe kan je nou met heel veel DD daarnaar kijken? Als de samenleving bereid is om alles, maar ik denk ook echt alles op te offeren op ons altaar van de veiligheid. Dus mijn schoonvader heeft maandenlang in totale isolatie geleefd. Tot het niveau, terwijl ik het vertel, word ik weer emotioneel. Tot het niveau dat zijn eten voor de deur werd gezet. Op een kamer. Wij mochten hem niet bezoeken. Wij konden beneden staan en we mochten door het raam even naar hem zwaaien. Dat maandenlang. En dit is maar een klein voorbeeldje. Dus kinderen die niet naar school mochten, maandenlang bij herhaling. Dat is zo intens schadelijk geweest. Dat wordt nu ook wel breed onderkend. Dat wordt onderkend, maar wij hebben ons niet afgevraagd. Ja. Nee, ik heb hier al in een vroeg stadium ook al iets ingebracht. Want het lijkt wel alsof het ons ook aan verbeelding ontbreekt. Want een heleboel, we hebben het net over die intuïtie, een heleboel van die zaken kun je natuurlijk gewoon van tevoren je realiseren. Ik heb me dat heel vroeg gerealiseerd. Van ja, maar wacht even, als ik 17, 18 was, wat zou dit doen met mijn leven? Ja, nou, ongelooflijk. Dat is, maar verbeelding is ook een aspect van religiositeit. Hè? Dat is ook verbeelden. Hè? Religie gaat vaak over verhalen. Absoluut, je vertelt verhalen aan elkaar op zo'n manier en dat gaat over thema's die je moeilijk zonder die mythische verbeelding zou kunnen vertellen. Nou, dat kunnen we kennelijk, maar heel moeilijk meer. Wat jij zegt, je kunt je niet. Ga eens voorstellen. Je bent 90. Ja. Stel je voor, je bent 90 en je zit dag in, dag uit in je kamer. Je mag er niet uit, je mag er niet af. Er komt niemand op je kamer. Wat betekent dat? En de lijst is lang. Hè? Dus jij noemt zelf studenten die niet meer, niet meer naar college konden. En er gebeuren nog veel meer dingen. Het zou best kunnen zijn dat de samenleving op een gegeven moment besluit dat zoiets nodig moet zijn om een of andere enorme dreiging het hoofd te bieden. Dat zou best kunnen. Maar zo'n geval kan zich voordoen. Wie weet, dat kan gebeuren dat nodig is. Maar daarvan was in dit geval denk ik helemaal geen sprake. Maar nog erger, het ter discussie stellen was eigenlijk al niet toegestaan.
Dus we waren zo gericht op dat ene verhaal. Het ene puur technische wetenschappelijke verhaal. Dat voor andere verhalen gewoon geen ruimte meer was. En waar vroeger kon je niet leven zonder relatie tot het goddelijke. Ja. Abraham had in zijn tijd geen andere keuze dan God te gehoorzamen. Want met God spotten, dat deed je niet. Maar wij realiseren ons eigenlijk nauwelijks dat wij precies hetzelfde doen. Ja. Maar wij luisteren nu naar de God van de wetenschap. Ja, nou ja, of wat er voor door moet gaan. Of wat er voor door moet gaan, zeker. Ja. Nou is het natuurlijk wel interessant als je gewoon terugkijkt naar het afgelopen half jaar. Hè. We hadden hier 30 december onze eindejaars. Ja, daar was ik bij. Ik was er zelf bij. Ja. Toen was er nog heel veel onzeker, ook wat Omicron zou doen. Er werden wel al, ook door Theo Schetters, eigenlijk voorzichtige, hij was ronduit positief eigenlijk. Hè, verwachting dat met Omicron eigenlijk ook de pandemie ten einde zou zijn. Nou zijn er ook wel anderen die dat nog betwisten. Maar we hebben wel gezien de afgelopen half jaar dat het maatschappelijk klimaat wel enorm veranderd is rond corona. Hoe jij spreekt aan het einde van het boek ook de hoop uit, tot slot. dat we in het vervolg toch op een andere manier zullen omgaan met zo'n pandemie. Hoe weeg je nou? Want waar we nu zitten. Nou ja, ik spreek niet alleen de hoop uit dat we anders omgaan met een nieuwe situatie die hierop lijkt. Ja. Maar ook gewoon dat het ons ook tot nadenken aanzet. Om na te denken van, zijn we eigenlijk wel op de goede weg? Ja. Dus het is breder dan corona. Dus, absoluut. Dus niet voor niks is de ondertitel, hoe de spiritualiteit, de schaarste, werd blootgelegd door corona. Het is alleen maar een symptoom. We zien het gebeuren. Onze nadruk op technologie, die heeft dus kennelijk zijn keerzijde. En het lijkt me verstandig dat we daar een gesprek over gaan voeren met elkaar. Ja. Maar daar ben ik voorlopig niet heel erg hoopvol over. Ik zie dat de politiek daar helemaal niet in geïnteresseerd is. Dus die denderen op dezelfde manier voort. Of het maatschappelijk klimaat nu zoveel anders is, dat staat nog te bezien. We zijn nu in juli, dus dat kan nog weer anders worden in het najaar. Dat kan ik moeilijk voorspellen. Er is wel met enig... Ik denk dat de deceptie over de vaccins, waarbij we natuurlijk ook hier, eigenlijk hebben we al heel vroeg ook bij de Nieuwe Wereld erop gewezen, dat we daar geen al te hoge verwachtingen van moesten hebben. Nee. In verschillende opzichten al niet. En ook iemand als Sam Brok heeft daar eigenlijk al in 2020 al voor gewaarschuwd. Ja. Denk nou niet dat je met vaccineren alleen verlost van dit virus. Nou, dat is inmiddels toch wel gebleken. Dat is volkomen duidelijk. Dat is ook echt een publieke waarheid. Ja. Je blijft besmettelijk. Je wordt maar korte tijd beschermd. Er zijn zelfs de vraag of je niet op langere termijn juist kwetsbaarder wordt. Zeker, daar zijn aanwijzingen voor. Ja, en we hebben een hele discussie waar jij ook aan rekent. Natuurlijk ook over de oversterfte mede als gevolg van vaccinatie. Ik bedoel, dus dat debat is inmiddels wel op gang gekomen. Dus het idee van we gaan het virus verslaan, wat natuurlijk in 2020... onder de bezielende leiding van Xi, die nog steeds in dat in het frame zit. Die zit er nog steeds, de zero tolerance. Daar zijn we toch wel in meegegaan, hè? In die waan, in dat geloof. Maar dat lijkt toch wel. Ik help het je hopen. Het zou best kunnen zijn dat je er gelijk in hebt. Hè? Ik noem het in mijn boek noem ik het ook enigszins prikkelend, een messiaans virus, vaccin. Ja. De oplossing voor alles. Ja. De messias komt, die komt de wereld verlossen. En zo werd het ook gebracht. De Jonge, het was. Ja, dansen met Jansen, daarna was alles anders. Dat is allemaal niet waar gebleken, waar we ook inderdaad voor gewaarschuwd hadden. Ik zie ook wel signalen om me heen dat mensen dat niet meer zo makkelijk geloven. Maar ik moet nog zien dat ook de politiek daadwerkelijk gaat bereiken. Ik ben heel benieuwd wat er gebeurt. Ik hoop niet dat het zover komt. Ik ben benieuwd wat er gebeurt als er weer een opleving komt van deze of gene variant in het najaar. Ja. Ik vind het moeilijk om te voorspellen.
ik zie nog wel, ik zie twee dingen. Ik zie nog steeds een tweedeling in de maatschappij. Mensen die zeggen, nou, als er weer een booster komt, mijn arm is al gestrekt en ik wil hem graag hebben. En er zijn ook mensen die zeggen van, nou, weet je, wat jij nu ook signaleert, van nou, dat is toch kennelijk niet zo gegaan. Als men ons vertelt dat. Maar wat er zou gebeuren als zo'n vaccinatie weer gekoppeld zou gaan worden aan QR-codes met alles wat ermee samenhangt. Ja, dan weet ik niet hoe sterk de ruggengraat van veel mensen zijn. Want het is natuurlijk van de gekke dat prominente mensen, hè, dus Andrik Nonnerus, de voormalige voorzitter van de Gezondheidsraad, die gewoon zegt, ja weet je, we moeten de jeugd ervan gaan overtuigen dat als ze weer prikken, dan kunnen ze weer op vakantie. En dan doen ze het wel, dan hebben we een gemeenschappelijk belang. Nou, dat vond ik eigenlijk een verschrikkelijke uitspraak. Hè, want ja, het is natuurlijk een vorm van chantage. Het is gewoon chantage. Een vaccinatie moet je nemen om medische redenen en nergens andersom voor jezelf. Dat hoorde ook overigens bij de gedragscode van de farmaceutische industrie zelf. Hè? Dat ze die dus geen verbanden meer, andere verbanden dan alleen strikt die tussen een vaccinatie of een medicijn en de werking daarvan. Ja. En wij doen het nu volop. Hè? Of de overheid heeft het zelf volop gedaan, die andersoortige verbanden gelegd. Heel nadrukkelijk zelfs. Dus mijn beeld over wat er de komende jaren gaat gebeuren is natuurlijk enerzijds denk ik, nou, wat zou er gebeuren als corona opleeft? Hè? Wat natuurlijk best zou kunnen. Maar ik vind het eigenlijk veel belangrijker om daar voorbij te kijken. Nou, misschien dan nog één ding. Ook omdat je er echt een apart hoofdstuk aan wijdt. En dat is een hoofdstuk waar je mij ook nog aan haalt. Waar ik natuurlijk je zeer erkentelijk voor ben. Maar dat gaat over de rechterlijke macht. Je hebt natuurlijk zelf in het verleden eigenlijk heel veel te maken gehad met de rechterlijke macht. Hè? Als getuigendeskundige, denk ik dan. Ja, meestal niet als verdachte. Nee, niet als verdachte. Even voor de helderheid. Maar je zegt ook dat ook die rechterlijke macht eigenlijk wel heel erg vatbaar is gebleken voor wetenschap. Nou ja, het thema is natuurlijk de positie van wetenschap. En als je de uitspraken, als je de diverse vonnissen bestudeert, hè, er zijn verschillende keren zijn er rechtszaken geweest tegen de overheid. Als je die vonnissen bestudeert, dan zie je een hele bijzondere relatie tussen de rechterlijke macht en de wetenschap. De rechterlijke macht heeft besloten, ergens, dat is natuurlijk nooit officieel gegaan, dat als het OMT iets zegt, dat ook... Dat is dan wat de wetenschap zegt. En wat je daar ook tegenin bracht, dat was allemaal irrelevant, omdat de rechters consequent hebben volgehouden dat de overheid aan haar zorgplicht heeft voldaan door naar de leden van het OMT te luisteren. Het is daarmee, als het ware, de leden van het OMT inderdaad als de hoge priesters van de wetenschap gepromoveerd. En de rechters hebben niet goed ingezien dat wetenschap zo niet kan werken. En natuurlijk zijn er geen hoge priesters van de wetenschap eigenlijk, want wetenschap is debat. Ja. En wetenschap moet debat zijn. Als iemand A zegt, dan gaat iemand anders B zeggen en dat is maar goed ook. Dus er is niet één instantie die zegt van, zo is het en niet anders. En de rechterlijke macht is daar heel ver in gegaan. Er is maar één uitspraak geweest waar de overheid in het ongelijk is gesteld. Dat was op een gegeven moment, werd de avondklok verboden. Ja. Maar dezelfde dag... Ja, dat weten we nog. Hè? Dezelfde dag kreeg de overheid het voor elkaar om dat teniet te doen. En als je dan gaat kijken naar de zeer zorgvuldige overwegingen van de eerste uitspraak in eerste aanleg. En dan kijk naar de tweede, het hoge beroep uitspraak, waar over wetenschap gesproken wordt. Toen dacht ik, dit kan bijna niet waar zijn. Dus wij hebben, ik maak de vergelijking ook. Wij kijken natuurlijk met ontzettend veel dédain en terecht naar de manier waarop iemand als Donald Trump, of onze Poolse of Hongaarse vrienden met de rechtsstaat omgaan. Op die dagen denk ik dat wij dat eigenlijk niet veel beter hebben gedaan. Het is echt een potje spierballentaal waar de rechterlijke macht simpelweg in mee is gegaan. En ik ken die beroepsgroep goed. Hè. Zoals je al zei, ik treed regelmatig op als getuigendeskundige bij een situatie waarin statistiek of kansrekening een rol speelt. Ik doseer voor rechters. Er ontbreekt kennelijk
bij de rechterlijke macht een idee of een gedachte of de alertheid om na te denken over wat het betekent als de wetenschap iets zegt. En dat is moeilijk, hè? Want ik heb zo vaak bij rechtszaken gezeten of ben betrokken geweest bij rechtszaken waarin de verschillende wetenschappers elkaar flagrant tegenspreken. He, dus twee paleontologen die compleet het omgekeerde van elkaar beweren. En dan moet de rechter daar wijs uit worden. En de rechter kan dat. De rechter kan, ik adviseer hem of haar daar ook vaak over hoe hij dat moet doen. Dat had hij teruggekund. Maar dat is nooit gebeurd. De rechterlijke macht is volkomen kritiekloos meegegaan in het overheidsnarratief. En nou ja, zeker in de situatie waarin noodwetten waren die van tevoren maar marginaal door het parlement getoetst waren, dan verwacht je een zeer grondige evaluatie van de rechterlijke macht achteraf. En dat is niet gebeurd. Vanwege hun idee of gedachten over wat wetenschap is en wat het betekent om een wetenschappelijk advies te vragen. Ja, nee, maar ik denk ook als wanneer we het hebben over de toekomst, hè, en waar ook tegenwicht vandaan moet komen, dan denk ik dat bij uitstek ook die rechterlijke macht een taak heeft. Hè, en ze hebben het in zich. Ik heb veel respect voor rechters, hè, laat dat even duidelijk zijn. Ja. Ik heb veel met ze te maken gehad. En ik zou soms niet graag in hun schoenen willen staan. En ik zie soms hoeveel ontzettend veel moeite ze doen om echt tot een conclusie te komen waar ze echt ook in geloven, hè, wat echt goed gegrond en goed beargumenteerd is. Maar weet jij of dat innerlijke debat, dus binnen die poot van de trias, want dat is natuurlijk, of dat gevoerd wordt? Op het niveau van het strafrecht, waar ik meestal mee te maken heb, wordt dat. Nee, maar hier, over maar de hier, coronacrisis. In de coronacrisis heb ik daar helemaal geen zicht op. Ik merk er ook weinig van. Nee. Want ik heb me de afgelopen jaren ook wel afgevraagd. Hè, van wat zou nou een rechterlijke macht moeten doen? En ik denk, dat zat ik ook bij lezing van jouw boek. Zeker waar het echt fundamentele rechten betreft, zou je eigenlijk toch ook van een rechter mogen verwachten dat ze een bewijslast, hè, als voorwaarde stelt wanneer een overheid dus bepaalde grenzen overgaat. En het gekke is, ze draaien de volgorde om. Exact. Wat zij zeiden vaak, het is niet aantoonbaar onjuist. Ja, het is niet aantoonbaar onjuist, maar dat is niet genoeg. Dat is niet genoeg. Nee, dat is niet genoeg. En je moet eigenlijk zeggen, dit is onomstotelijk. Ja. Of toch met heel grote mate van waarschijnlijkheid. En dat is natuurlijk met name bijvoorbeeld die lockdown, die avondklok bijvoorbeeld, die werd ingevoerd. Ja. Waarbij we eigenlijk heel weinig bewijs hadden dat werkelijk zou bijdragen aan het terugdringen van het virus. Ja, dan moet je eigenlijk ook als rechterlijke macht die bewijslast gewoon veel zwaarder. Zeker als je al weet dat in het parlement, hè, de controlerende macht, niet of nauwelijks aan de orde is geweest. Of maar heel marginaal of heel kort, hè, zoals het gaat. Hè, de overheid komt met een voorstel. Twee dagen later debatteert de Kamer erover en dan is het klaar. En dan gaat de Kamer morgen het akkoord. Ja, dat is geen zorgvuldige procedure. Dus juist in zo'n omstandigheid moet de rechterlijke macht daar natuurlijk anders naar kijken dan ze gedaan hebben. Nou, het had ook de wetenschap in een andere positie kunnen brengen. Exact. En daarom, hè, natuurlijk zullen sommige mensen zeggen, waarom schrijft Ronald Meester over de rechterlijke macht? Nou, dat doe ik omdat de rechterlijke macht zich tot de wetenschap verhoudt. Ja. Dus dat is de rode draad van het boek. Ik kon niet anders staan dan daar wat over schrijven, omdat het zo belangrijk is geweest in de besluitvorming. Ja, maar ook voor de atmosfeer, denk ik, binnen de wetenschap zelf. Kijk, op het moment dat een rechter daar veel meer stelling neemt en de openheid eigenlijk vereist of oplegt, dan krijg je ook een andere situatie. Ja. Hè? Maar het net sloot zich, denk ik, uit de instituties. Er is ook sprake van onwil geweest. Hè? Ik heb hele goede pleitnota's gezien, hè, van mensen die in hoger beroep pleiten voor een andere omgang met de wetenschap. Dat waren hele doorwrochte stukken, hè, die heb ik gelezen. En die heeft de rechter gewoon naast het neergelegd. Ja. Dus dat was en is een zeer problematische verhouding tussen de rechterlijke macht en de wetenschap.
En ik herhaal, dat vind ik echt belangrijk, dat hoeft niet. Ik weet dat het anders kan, omdat ik in mijn eigen ervaring het zo vaak anders heb gezien. Ja. Ik doseer ook aan rechters. Ja, nog helemaal los van de vraag natuurlijk. Want een rechter is natuurlijk ook om tegenwicht te bieden tegen de uitvoerende macht. Wanneer bepaalde, maar zelfs ook de wetgevende macht, wanneer bepaalde grondwaarden in het geding zijn. Ja, de rechter moet de burger beschermen. Tegen te veel staatsbemoeienis. Maar wat er eigenlijk gebeurd is dat ze de macht van de overheid hebben beschermd. Ja. En dat zie je niet alleen hier. Dat zie je ook in de toeslagenaffaire natuurlijk sterk. Absoluut. Dus ook in ons modellenboek waar ik het net over had, wat volgend jaar verschijnt, gaan we daar veel dieper op in, op die modellen. En dat de overheid zich rekenschap moet geven van wat die modellen eigenlijk zeggen. Want dat is ook een kwestie van kennis natuurlijk. Hè? Ja. Dus de rechter moet het ook allemaal maar weer weten. Rechten zijn niet zo makkelijk hoor. Nee, dus, natuurlijk. Goed, nou genoeg om over na te denken. En jouw boek geeft daar zonder meer ook alle aanleiding toe. Dus dankjewel voor je komst. Ja, graag gedaan.